Daniel Dankerlui, 2-1 verlies tegen FC Groningen. En dat de eindstand is, dat is eigenlijk een klein wonder te noemen. Ja, natuurlijk. De eerste helft was het niet zo goed. Ja, we proberen nog een kans te creëren. Ja, de tweede helft komen we er beter uit de kleedkamer. En ja, hij valt niet. Dat is jammer, want andere wedstrijden valt hij wel. En juist deze wedstrijd valt hij niet. Hij valt niet. Wat ligt dat aan? Want op een gegeven moment in die tweede helft waren zoveel kansen. Ja, wat hij zelf zegt, waren veel kansen. Ja, hij moet net vallen. Mooi schot van Marius. De keeper pakt hem goed. En veel geklutst in de 16. En van daaruit hoop je dat iemand hem binnen tikt, maar helaas. Helaas. En je geeft eigenlijk die wedstrijd uit handen in die eerste helft eigenlijk in 2 minuten. Ja, het is een mooi schot van de tegenstander, de eerste goal. Ja, eigenlijk na de afstrap gelijk na een minuut. Ja, gewoon een bal naar voren schieten en we stonden niet goed. Ja, zulke fouten moeten er gewoon uit. Kan je jezelf dat aanrekenen, dat je gewoon niet staat op te letten bij die 2-0? Ja, ik denk wel dat we onszelf kunnen op aanrekenen. Dat we niet scherp genoeg waren om die bal tegen te houden. En ik moet ook wel zeggen, het was wel een balletje die zomaar werd gegeven. Dus, die is een voorzet, hè? Volgens mij, ik denk dat Bruns, die de voorzet gaf, hem gewoon naar voren schoot. Ja, precies. Hij schoot gewoon naar voren. En het geluk dat hij, ik weet niet wat, erover kwam. Maar hij schiet hem erin en 2-0. En dat is de realiteit. Tweede helft, dan repareer je het niet meer. Je bewijst jezelf wel een slecht dienst. Win je, dan ga je naar het linker rijtje, ga je richting Europees voetbal, plek 6, 7. Val je nou weer een beetje tussen het wal en het schip? Nou, niet zo zeker. Kijk, we wisten gewoon als we winnen dat we in het linker rijtje konden komen. En natuurlijk willen we daarvoor gaan. Alleen dat we vandaag verliezen, dat we moeten gewoon weer oppakken. En de volgende wedstrijd gewoon er staan. En naar het linker rijtje gaan. Dat is mogelijk. Ik vind dat mogelijk met de spelers die wij hebben. En we spelen goed. Alleen vandaag is het wat minder. En dat mag niet zo zijn.